alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior, senior said to move your feet. I bring the refreshments and stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop, it's Ultrex, de enige echte. Nou, het is zondag en ik moet mijn Feyenoordje trouwens nog pakken. Ik ga weer naar Feyenoord toe. We gaan niet met de retro. Want Ramon kan niet. Ik had het al verteld. Vincent en Tessa gaan mee. En Vincent, zijn OV is in tweeën gebroken of gescheurd. Weet ik voor allemaal. Dus hij kan niet met het openbaar vervoer. Dus wat gaan we nou weer doen? Ja hoor, hij moet weer met de auto. We gaan met de auto. Ik ga dus mee. Ik zit te wachten eigenlijk tot ze komen. Ik ga wel zien wanneer ze er zijn. Maar dat is dus even de intro. Jullie denken wel, een fijne vlog en het is hier in huis. Ja, nee, hier thuis wordt er niet gevoetbald hoor. Dus, ik heb mijn fijne shirtje. Zo, kijk, daar legt hij. Mijn fijne shirtje. En dan gaan we even wachten maar tot Vincent en Tessa er zijn. En dan gaan we naar de Kuip. Feyenoord Vitesse. Weer een klote tijd. 17:45. Precies weer tijdens het eten. Fantastisch geregeld. Eredivisie live. Fantastisch. Ik weet niet wat ze daar aan het doen zijn daar op dat kantoor. Maar ik weet dat er allemaal geld. En dingen allemaal. Dat er ook geld op het spel staat en zo. Maar jongens, 17:45. Wat is het nou voor tijd? Maar goed. In ieder geval, ik ga even wachten op Vincent en Tessa tot die er zijn. En dan spreken jullie dadelijk weer. Dan stappen we de auto in. En dan gaan we richting Feyenoordstadion. Ik heb er in ieder geval zin in. En laten we hopen dat het een leuke wedstrijd wordt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou we zijn er hoor. Echt verschrikkelijk. We hebben 300 rondjes door Rotterdam-Zuid heen moeten rijden. Om een parkeerplaats te vinden. Oh, verschrikkelijk zeg hé. Verschrikking. Kijk, even Vincent en Tessa. Die zijn er ook gezellig. Zo maar Vincent en Tessa. En we gingen met de auto dus. Maar het is gewoon echt een ramp om je auto hier neer te zetten. Echt één grote ramp. Maar ja, we hebben gelukkig een plekje gevonden. En nu lopen we richting de Kuip. Hè. En daar heb je hem al in de vet hoor. Daar heb je hem al hoor. Nou, die boom zit er nou voor, maar we lopen op de brug en dan gaan we richting Kuipie. Ik heb er zin in, hopen dat het een mooie wedstrijd wordt vandaag en hopen op de overwinning op die strandvlieger uit Arnhem. Kijk, daar hebben we de Kuip al. Eén lampje brandt er al, zie ik. Twee branden er al. Daar hebben we hem in de verte hoor, de Kuip. Het mooiste stadion van Nederland. Gewoon renoveren, geen nieuwbouw. Gewoon renoveren die hap. Ja, heb je dat? Oké. Nou, hij noemt ooit toevallig. Kijk. Zo, een mooi beeld altijd. Kijk van een afstand. Dat punt dat even voorbij is, dat moet even afsturen. Ik heb ook zo'n stuif, maar we zitten.
en al. Kameraad! Op en al. De kleine ding! Leef fijne ding! Voor jou.
geslingerd. Toen heb je daar heel met de vinger te steken, daar beneden, helemaal beneden zat hij.
hartje vermeerd of zo. Thank you.
wij. Of zeg, klote wedstrijd. Ja. Tess, wat vind jij ervan? Klote wedstrijd, hè? Ja, 1-0 achter. Weer een wissel. Ja, weer een wissel. Toornstra eruit. Die is al de hele week, al weken al bar en bar slecht. Ja. Maar, 1-0 achter. Dus hopen op de winst, hopen op twee doelpunten in de tweede helft, dan komt het allemaal wel goed. Hè. Kijk, hij gaat op de slaap al. Nou, doei! Zijn de homo's. Yes, yes. Yes. De homo's van Vitus. Zo, dan ben je gelijk de grond eruit. Jagen!
blijven op 2-1 staan. Ja, het blijft 2-1. Kusreisrichter.
Luxor meer. Mocht je trouwens in de beker lopen? Ja, tegen moeten ze. ADO. ADO. Thuis. Thuis. Afgelopen 2 jaar genoemd. Dus, ja, dat wel. Hoe kunnen?
aan de bal. Thank you.
zijn niet te stoppen. We blijven nu gaan. De Feyenoord bij bovenaan.
zo. Nou, en we zitten lekker bij de Mekkie, samen met Vincent en Tessie, bij de Mekkie. En we hebben nog vrienden van Vincent. En Tessa, wat vind jij van de eenwinning? Ja, dan gelijk je de camera in je meld houden, zo. Je hebt de camera in je bek, zo. Ja. Zo. Zeg jij nou eens wat je ervan vindt? Het eten is wel verrukkelijk. Ja, het eten is verrukkelijk. Nou, we hebben dit in ieder geval gewonnen. Ik zit lekker aan een... waar zit ik aan? Ik zit lekker aan een Big Mac-ie. 2-1 toch? Ja, 2-1. 2-0. We hebben met 2-1 gewonnen. Nou, en ik zit nou wel lekker aan een Big Mac-ie, zit ik. En aan een colaatje. En ik had patatjes, die zijn al op. En dit was de vlog voor vandaag. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe de duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer. En dan zegt Vincent en Tessa, die zeggen doei. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Nee. Over 2 weken al, want over 2 weken gaan we naar de pretpark in het buitenland. Niet zeggen wat voor, want dat is nog een verrassing. Nou, doei iedereen en de groetjes. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi. Ja, joh.